Rob, proficiat, maar het was een hele moeilijke match, vond ik. Ja, dat klopt, maar dat was ook te verwachten. Beieren is een stevige tegenstander met een goede organisatie. Vorige week hebben ze ook gelijk gespeeld tegen Eupen. En ze hadden ook nog maar 2 keer verloren op heel het seizoen. Dus we wisten van op voorhand dat het een heel moeilijke match ging worden. Maar we zijn heel de match rustig gebleven. We hebben altijd geprobeerd te voetballen. En op het einde is dan toch de beloning gekomen. Maar weinig kansen al bij al, hè? Ja, dat klopt. Ik denk dat het voetbal nog niet zo slecht was tot aan de 16 meestal. En dan liep het meestal mis. Maar we zijn blijven proberen. En uiteindelijk is het toch via een stilstaande fase gelukt dan. Ja. Zweven de spelers al een beetje? De trainer zegt van niet. Realistisch zegt hij, blijven ze allemaal? Ja, dat klopt. Het is nog heel lang. Dus we hebben nu al 10 matchen op rij gewonnen. Wat heel mooi is, denk ik. Maar nu, we kunnen die voorsprong op 2 matchen nog voor de winter kwijt zijn. Dus het is de bedoeling om nu nog keihard verder te blijven werken tot na de match tegen Tubeke. Als we dan nog 2 goede resultaten kunnen halen, dan denk ik dat we goed op weg zijn. Ja. En dat we na nieuwjaar verder kunnen doen zoals we bezig zijn. Superbelangrijke match nog op Serain. Ja, dat klopt. Dat wordt ook een heel moeilijke match. Tegen een goede ploeg ook. Maar we hebben de laatste match allemaal tegen goede ploegen gespeeld. Tegen ploegen die in de eerste kolom staan. Lommel, Virton, Bergen. We hebben daar ook tegen kunnen winnen. Dus we gaan ook naar Serain voor te winnen. Fantastische supporters ook weer, hè? Ja, dat klopt. We staan er goed voor en de supporters komen meer en meer. En de sfeer was heel goed. En natuurlijk, als je dan op de einde nog die goal kunt maken, is het fantastisch. Zowel voor de supporters als voor ons.